naam is Anouk Hildering en ik ben trainee bij Calco. Deze week laat ik je zien wat het is om als trainee voor Calco te werken. En ik neem je deze week even mee in mijn afspraken. Nou, ik ben aangekomen bij Nestlé. Ik weet niet of je het al een beetje op de achterkant kunt zien. Ik zal mijn paraplu iets hoger doen. Hier is het hoofdkantoor in Amstelveen. Dus we hebben een kennismakinggesprek met de CEO. Dus ik ben erg benieuwd hoe die is, wat hij doet. Nou, zojuist het gesprek bij Nestlé gehad. Morgen ga ik naar Unive. Unive is een account dat ik overneem van een collega van mij. Dus ook een geheel nieuw bedrijf wat ik ga leren kennen. Daar heb ik heel veel zin in. Nou, goedemorgen. We zijn nu net bij Unive aangekomen. Ik ben samen met Ted. Ja, ik ontmoet hier straks een andere masterclass professional waarvan ik field management ga doen. Zoals je ziet zitten we weer in de auto. Ik ben onderweg naar een uitgeverij in Amsterdam. Reed Business heet het. Ik heb daar een fieldgesprek met een masterclass professional. Wel zin in. Na het fieldgesprek moet ik meteen weer richting Utrecht. Dus vandaag is wel een dagje heen en weer. Amsterdam, Utrecht, Amsterdam en weer Utrecht. Dus een drukke dag, maar wel heel leuk. Naast het traineeship dat je doet, ben je ook field manager. Dat houdt in dat je een leidinggevende bent vanuit Calco voor een aantal trainees. Dus je gaat over hun beoordelingen, je schakelt met hun manager hoe het met ze gaat. Eén keer in de maand maak je ook een persoonlijke afspraak met ze waarin je overlegt hoe het gaat, wat de verwachtingen zijn voor de aankomende periode, of er zaken zijn waar ze tegenaan lopen en wat ze de afgelopen maand natuurlijk allemaal hebben gedaan. Heel leuk onderdeel van dit traineeship ook en je leert er heel veel van. Nou, we zijn nu in Nationale Nederlanden in Rotterdam. Al eerder heb ik verteld dat ik wel eens fieldgesprekken voer met masterclass professionals. Dus vandaag zijn we samen met Renate. En dan gaan we even bespreken van hoe ze het heeft gehad de afgelopen maand. Wat de verwachtingen zijn voor de komende periode. En wat er allemaal is gebeurd. Nou, goedemorgen. Deze ochtend hebben we de persoonlijke presentaties van de nieuwe masterclass die is gestart. Mijn collega's zitten al klaar. Ik zal ze even laten zien en dan wachten we op de masterclass. Dus jullie komen er allemaal even op. Hallo. Nou, dus je ziet, iedereen zit klaar en we wachten op de masterclass professionals die daar aankomen. Nou, het is het einde van de week. We hebben nu de weekafsluiting van de masterclass. Nou, iedereen heeft zich al een beetje verzameld. Ik kan wel even laten zien hoe dat eruit ziet. Zo ziet het er een beetje eruit hier bij de masterclass. Eén in mij. Nou, dan gaan we straks met z'n allen zitten om te bespreken hoe de week is geweest.